De internationale dag van de inheemse volken in de wereld is door de Verenigde Naties op 9 augustus 1994 ingesteld. In Suriname wordt deze dag jaarlijks ook gevierd met verschillende activiteiten in de palmentuin. De viering was dit jaar in een kleine sfeer vanwege de COVID-19 situatie. Zoals elk jaar wordt aan het begin van de viering in het inheems gebeden aan de god Tamushi. Dit gebed is verzorgd door de sociale vereniging Parimuru. De palmentuin is een historische plek voor de inheemsen van Suriname, zegt Shirito Yana Aluma, voorzitter van de organisatie van inheemsen in Suriname, OIS. Volgens Orlando Sabayo, vertegenwoordiger van de stichting Five Nations, hebben de inheemsen heel veel problemen. Zij zullen dan ook niet meer vragen naar hun plek, maar die gewoon innemen, aldus Sabayo. Omdat hier rondom Onafhankelijkheidsplein overal de eerste brute invasie van de blanke overheersers plaatsvond. Er is veel bloed gevloeid op deze plek van Suriname. Duizenden zielen zijn gesneveld, ook de hoogste gezagdragers zijn vermoord. Wij als inheemse volken geloven in de dood van het menselijke lichaam, maar tegelijkertijd geloven wij dat de ziel eeuwig voorleeft. Vandaar dat wij besloten hebben om de 9 augustus, de internationale dag der inheemse volken in de wereld, ingesteld door de VN in 1994, om de nationale regering één dag te geven om op deze dag even stil te staan bij de huidige leefsituatie en de nazaten van de inheemse volken in de wereld. Me vieren ook de dag milik in die mijn mag ko actie voor mijn rechten. Na klim mijn muslim mijn presino. In attendisi. En de alle respecte. Die alle den beradag misande jaso. Nanga anjo president. Nanga vice president. Kowi roko sama. En jeep unulik ingi. Voor u kan bereik. En ook to misaptaki milik ingi. Mika jeep you. Nanga akondere a situasi sa ude. Mi ababribidati, lek a Five Nation. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubitana, gaf aan dat de inheemsen en andere volkeren samen moeten werken aan de eenheid van ons land. U hoort ook waarnemend president Ronnie Brunswijk, die aangaf dat de regering weet dat inheemse rechten meer inhouden dan alleen grondenrechten. Hij benadrukte echter dat zij weten dat grond belangrijk is. Daarom zal de regering toch extra aandacht besteden aan dit vraagstuk. Want door bundeling zullen de doelen helder worden. Het streven naar vooruitgang krachtiger worden. En het zelfbeeld, ik heb hier net gehoord, de achtergestelde positie. Ik denk dat we daarvan moeten afstappen. Wij hebben dat zelf in de handen. We moeten ervoor gaan werken. We moeten ons gaan optrekken. Kansen creëren, mogelijkheden creëren. Dat is het zelfbeeld dat ons als inheemse te wachten staat. Omdat wij als regering gaan voor een duurzame oplossing in gronden en culturele rechten van inheemse en tribale volkeren, een belangrijk punt in het regeerakkoord 2020-2025 van deze regering, welke in de eerste helft van de regeerperiode aangepakt zal worden. Waarnemend president Ronnie Brunswijk en daarvoor Albert Jubitana, minister van TCT. Zij spraken gisteren tijdens de viering van de Dag der Inheemsen in de Palmentuin. Deze dag wordt sinds 2006 georganiseerd door de organisaties van Inheemsen in Suriname in samenwerking met de stichtingen Nationale Dag der Inheemse Volkeren en Amazonemarkt.